In de afgelopen twee video's hebben we wat berekeningen gedaan aan de wet van Hardy-Weinberg. En ik ben er zo over uitgegaan dat ik die wet van Hardy-Weinberg altijd maar mag gebruiken. Maar dat is niet helemaal waar. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan een populatie moet voldoen. En dan, pas dan, als een populatie aan die voorwaarden voldoet, pas dan mag ik die wet van Hardy-Weinberg gebruiken. Nou, om dat uit te leggen, stel je voor ik heb die bak hier weer. En ik heb mijn knikkers weer. En dan heb ik even kijken. 10 knikkers blauw. Dus dat zullen zeggen in dit geval een allel voor blauwe ogen. En dan nemen we ook 10 knikkers. Die de allelen voor bruine ogen. Of voor blauwe ogen voorstellen. Die bruine knikkers zijn natuurlijk de allelen voor de bruine ogen. Wat die wet van Hardy-Weinberg eigenlijk stelt, is dat de frequentie. De frequentie van de allelen die moet gelijk blijven. Daar moet je in de hoofdlijn al voldoen. En in die bak met knikkers wil het eigenlijk zeggen dat je in die bak 10 blauwe knikkers moet houden en 10 bruine knikkers. Elk proces wat het aantal knikkers of de frequentie van het aantal allelen in een populatie, in deze geval in deze bak, verandert. Elk van die factoren die zorgt ervoor dat je de wet van Hardy-Weinberg niet zou mogen gebruiken. Nou, doorgaans onderscheiden we er 4, ook wel 5, maar ik heb 2 bij elkaar gestopt. Zullen we zo meteen wel zien. De eerste is mutatie. Ja, wat wil mutatie nou eigenlijk zeggen? Als je dat hier het voorbeeldje van die knikkers neemt, dat betekent eigenlijk dat als ik een blauwe of een bruine knikker heb, dat er een proces optreedt waarmee die knikker of het allel verandert. En dan wordt zo'n bruine. Oh. Even kijken. Ja, zo'n blauwe knikker die kan dan veranderen in een bruine. En zo'n bruine in een blauwe. En je snapt wel dat als er bepaalde mutaties optreden, bijvoorbeeld dat die blauwe knikkers, als die gaan veranderen in bruine, hè, dus als het allel voor blauwe oogkleur verandert in een allel voor bruine oogkleur, dat zou kunnen, dan verandert dus de frequentie van zowel die bruine als die blauwe allelen, of die knikkers. Ja, als deze optreedt, die bovenste, dan krijg je dus uiteindelijk steeds meer bruine knikkers en steeds minder blauwe knikkers. Dus daar moeten we aan voldoen. Dus een populatie, daarin mag geen mutatie optreden. Een tweede is, er mag geen migratie zijn. Wat eigenlijk wil zeggen dat de knikkers allelen van een andere populatie in deze bak brengen. In deze populatie. Of dat er zich allelen, in dit geval knikkers, uit deze bak gaan. Uit de populatie gaan en naar een andere populatie verdwijnen. Ja, dus dat wil zeggen. Geen immigratie. Ja, er mogen dus geen individuen uit een andere populatie komen en zich voegen bij mijn huidige populatie. En geen emigratie. Dus er mogen geen individuen de populatie verlaten om naar een andere populatie te gaan. Stel je voor dat er een aantal mensen met blauwe ogen uit deze populatie verdwijnen, dan raak ik een aantal blauwe allelen kwijt. En dan verandert dus weer de allelfrequentie. Nou, 3 is geen genetische drift. Nou, wat wil dat zeggen? Het wil zeggen dat de allelfrequentie die verandert per toeval. Ja, dus er zit geen geen sturend proces achter, dat gaat puur door toeval. Hoe moet je je voorstellen? Stel je voor, je wilt hier een kind uit gaan creëren uit deze verzameling allelen. En dat wordt dus, je moet dus willekeurig hier 2 allelen uitpakken en daarmee kun je een nieuw organisme maken. En normaal gesproken, als jij 50% van jouw allelen bestaat uit blauw en 50 uit bruin, is de kans, zullen die gemiddeld even vaak in die nieuwe populatie terechtkomen. Ja, als ik hier
met deze groep 1000 nieuwe individuen maak, zullen die gemiddeld wel 500 van die blauwe allelen hebben en 500 bruine allelen. En dat is gewoon, dan kun je vergelijken met het opgooien van een muntje. Elke keer dat je een muntje opgooit, kan het kop of munt zijn. Als je dat 1000 keer doet, dan heb je waarschijnlijk wel 500 keer kop en 500 keer munt. Dat 100.000 keer is het ook netjes 50-50. Maar stel je voor, jij hebt maar een hele kleine populatie. Wat wil zeggen, als je dat voorbeeldje van dat muntje pakt, ik ga 10 keer gooien met dat muntje. Dan is de kans best aanwezig dat jij niet 5 keer een muntje, 5 keer kop en 5 keer munt gooit, maar eens een keer 6 keer kop en 4 keer munt of 7 keer kop en 3 keer munt. Ja? Dus dat heb je met name als je een kleine populatie hebt. Dan is het mogelijk dat per toeval, er toevallig in de volgende populatie, de volgende generatie, dat daar van een bepaald allel wat meer voorkomt. Dus gewoon puur toeval. Ja, stel je voor, jij bent een heterozygoot. Jij kunt dus aan jouw nageslacht of het dominante allel of het recessieve allel doorgeven. Krijg jij 1000 nakomelingen, zal dat weer eerlijk 500 van het dominante, 500 van het recessieve zijn. Ongeveer, en die kans is vrij groot. Maar krijg je maar 2 nakomelingen, dan is de kans best aanwezig dat je aan allebei bijvoorbeeld het recessieve allel geeft. Ja, dan heb je in de volgende generatie alleen maar een recessief allel doorgeven, terwijl jij ook het dominant had. Nou, heb jij een kleine populatie die misschien uit 30 individuen bestaat, en voor die 30 individuen die doen per toeval hetzelfde, ga je dus heel veel van een bepaald allel aan de volgende generatie doorgeven. Ja, dus je moet eigenlijk, om aan die wet van Hardy-Weinberg te voldoen, moet je een grote populatie hebben. Ja, en een grote populatie wil doorgaans zeggen dat je minder genetische drift hebt. Nou, en de vierde en de laatste is, er mag geen selectie bestaan. Geen selectie optreden. Dat wil zeggen dat de kans dat een bepaald allel in de volgende generatie terechtkomt, dat groter is dan wat je op basis van toeval zou verwachten. Ja, in deze populatie is de kans dat zo'n bruin allel of een blauw allel in de volgende generatie terechtkomt, is net zo groot. Ja, dat maakt geen verschil. Maar stel je voor, er treedt selectie op tegen het blauwe allel. Ja, dus bijvoorbeeld mensen met blauwe ogen hebben een mindere kans op overleving of hebben een mindere kans om zich voor te planten. Dan treedt er selectie op, want dan gaan die mensen met blauwe ogen minder kinderen krijgen. Mensen met bruine ogen krijgen dus relatief meer kinderen. Dus wordt er meer van het bruine allel doorgegeven. Nou, over het algemeen split je die op in 2 vormen van selectie. Dat is natuurlijke selectie. En dat wil zeggen, een natuurlijke selectie, dan heb je te maken met factoren die jouw overleving beïnvloeden. Of jouw voortplanting. In eerste origine in jouw voortplanting, daar gaat het uiteindelijk om. Want daarmee geef jij je genen door. En door jouw overleving te beïnvloeden, geef je eigenlijk meer tijd om je voor te planten. Ja, dus het draait uiteindelijk om voortplanting. Je hebt ook seksuele selectie. En dat krijg je als partners een voorkeur hebben voor een bepaalde eigenschap in hun partner. Ja, stel je voor, neem de paradijsvogel, een hele mooie vogel met prachtige veren. En vrouwtjes die hebben een voorkeur voor een bepaald verenkleed. Ja, mannetjes met dat verenkleed zullen makkelijker paren. Ja, zullen meer nakomelingen krijgen. Mannetjes zonder zo'n heel uitgebreid verenkleed krijgen relatief wat minder nakomelingen, omdat ze niet zo populair zijn bij de vrouwtjes. Ja, dat is seksuele selectie. Maar beide gaan dus een invloed uitoefenen op de allelen die door worden gegeven aan een volgende generatie. Ja, dus als je aan deze 4 voorwaarden voldoet, dus er mag geen mutatie zijn, er mag geen migratie zijn, er mag geen genetische drift zijn, dus moeten we een grote populatie hebben. En er is geen selectie, alleen dan mag je die wet van Hardy-Weinberg gebruiken. Nou, je kunt zelf ook wel inschatten dat als je deze voorwaarden ziet, dat het heel zelden voorkomt dat je een populatie hebt die aan al deze voorwaarden voldoet. Dat wil niet zeggen dat die wet van Hardy-Weinberg dan nutteloos is, maar dan wat je dan gaat zien als je die wet gaat gebruiken en je gaat berekenen, stel jij weet het genotype frequentie van het recessieve genotype, ja, dan kun je de frequenties van die andere genotypen berekenen.
kun je de allelfrequenties berekenen. Het kan zo zijn dat als je die berekening doet en je legt die naast de echte waarde in die populatie, dat dat niet overeenkomt. Ja, dus dan voldoet die populatie niet aan die wet van Hardy-Weinberg. En dan weet je dus dat een van deze vier voorwaarden dat daaraan niet aan voldaan is. Dus er kan mutatie optreden, er kan migratie zijn, er kan drift zijn of er kan selectie zijn. Dan heb je dat dus vastgesteld. Dan heb je eigenlijk vastgesteld dat er evolutie optreedt. Ja, een verandering van de allelfrequentie. Ja, dus evolutie als een verandering van de allelfrequentie. Ja, en vervolgens ga je uitzoeken met welke factor je te maken hebt. Dat is eigenlijk wat je doet met die wet van Hardy-Weinberg. Oké, tot de volgende keer.